Hallo lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Of tenminste, weer. Ik heb echt al super lang niks geplaatst. Terwijl ik echt heel veel eigenlijk vragen heb gekregen naar wanneer ik weer een nieuwe Malta video ging plaatsen. En ik ga jullie even updaten. Ik zit even met mijn yoghurt buiten. Maar ondertussen ga ik jullie even updaten waarom ik niks heb gepost. En wat ik dan wel heb gedaan. Ten eerste heb ik mezelf echt gewoon doodgewerkt. Ik was elke week 6 dagen aan het werk en dan had ik maar 1 dag vrij. Dus op het moment dat ik vrij was, lag ik in mijn bed, Netflix kijken, slapen, want die rust had ik echt gewoon nodig. Dus daardoor heb ik gewoon eigenlijk niet zoveel gedaan. En ongeveer 1,5 week geleden kreeg ik corona. Echt super stom. Ik ben er ook echt, denk 2 of 3 dagen, echt heel ziek van geweest. Ik lag alleen maar in mijn bed te slapen. En ik had hoofdpijn, buikpijn, ik had het warm, ik had het koud en geen eetlust. En gewoon vooral echt geen energie. Dus ik had ook bijna niks gegeten. Dus ik was ook ineens 3 kilo minder in echt 4 dagen of zo. Omdat ik dus bijna niks at. Daarna ging het gelukkig beter. Maar je moet hier 14 dagen in quarantaine. Dus dat is gewoon super lang. En na een paar dagen, nou ik denk na ongeveer 1 week, werd ik wel echt beter. Dus dat is wel heel fijn. Alleen toen ging ik me dus heel erg vervelen. Omdat ik beter was en niks kon doen. Ondertussen is het 31 december. En ik kan echt niet geloven dat het morgen 2022 is. Dus het is oud en nieuw. Maar ik zit nog steeds in quarantaine. Dus dat is eigenlijk best wel kut. Maar ik ga wel wat leuks doen, want mijn huisgenootje is natuurlijk ook in quarantaine. Dus we gaan samen straks eten bestellen. Gaan we lekker eten, we gaan ons leuk aankleden. En dan gaan we cocktails maken en lekker veel drinken. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Dus ik ga nu even yoghurt eten en dan ga ik mij klaarmaken. Dus ik ga jullie daarin meenemen. Oké, ik wilde eigenlijk laten zien hoe ik mijn make-up doe. Niet dat het heel bijzonders is, want ik kan dat nog steeds niet zo goed. Maar ik wil ook muziek luisteren en dat kan niet allebei tegelijk. Want ja, ik film met mijn telefoon. Ik moet echt een vlogcamera hebben. Wie sponsort mij? Oké, jongens, dit is echt de slechtste get ready with me ooit. Want ten eerste laat ik eigenlijk niet eens zien wat ik doe. En ten tweede weet ik zelf eigenlijk ook niet wat ik aan het doen ben. Want ik doe altijd maar wat. Want ik ben hier gewoon niet zo goed in. Oh my god, volgens mij is mijn lamp uitgevallen. Volgens mij is het leeg, alleen ik heb geen batterijen. Helemaal geen batterijen. Of moet je dit opladen? Nee, want er zit geen stekker. Oh my god. Oké, ik ga het maar zo laten. Wat wilde ik zeggen? Want ik weet dat ik iets wilde zeggen. Ja, als deze vlog trouwens online komt, dat is sowieso maandag. En maandag ben ik al uit quarantaine. Maandag is de eerste dag dat ik weer naar buiten mag. Dus als jullie dit zien, ben ik weer op vrije voeten. Nice. 1, 2, 3, 4, 5. Het is altijd. Ja, ja, ja. Als je niet kan slapen in de nacht, ik ben niet serieus. Die voor alle 5. Tada! Klaar met mijn make-up. Mooi, hè? Prachtig. Echt prachtig. Oké, nu nog de outfit. Oh my god. Oké, ik heb dus nu een jurk aangedaan die ik speciaal voor oud en nieuw had gekocht. En ik heb hem dus nu voor het eerst aan. Hij is wel lekker heftig. Lekker glitters. Lekker kort. Maar oké, ik weet het. Oké.
echt verliefd op deze jurk. En ik heb mijn hakken aan. Love it. Ik blijf gewoon thuis, dus ik ben echt super overdressed. En ik ga mijn hakken sowieso zo meteen uitdoen. Ik ga me gewoon sloffen aandoen of zo, want dit hou ik echt niet vol. En we zijn toch maar met z'n tweeën, dus maakt niet uit. Mijn eten is onderweg. Mijn huisgenootje is een beetje ziek geworden van de pizza die ze vanmiddag had besteld. Dus ik ga even alleen even wat eten. Dat heb ik ook weer besteld. Volgens mij heb ik pizza besteld. En volgens mij... Oh jongens, dit kan toch niet waar zijn? Ik fok zoveel dingen op altijd. Ik had dus eten besteld, maar ik had gewoon één pizza besteld. Dacht ik. Maar ik heb er dus twee. Ik heb nu een margarita... Oh, dat is helemaal vochtig. Margarita en een fungi en wrap. Want ik wilde eerst de margarita en toen dacht ik nee fungi. Maar blijkbaar heb ik die margarita nooit weggehaald. Dus ik heb nu heel veel. Maar dat is goed. Als ik vanavond honger heb door de drank, dan heb ik nog één pizza. Oké, mijn huisgenoot zei dus dat zij zich niet lekker voelde door de pizza die zij vanmiddag had gegeten. En ik weet niet waar zij heeft besteld. Maar ik weet niet of het dezelfde is, maar ik vind die van mij ook echt niet lekker. Dus ik heb twee pizza's die ik niet lekker vind. Maar nu heb ik ook geen honger meer, dus maakt niet uit. Zo weer. Oké, jongens, we zijn cocktails aan het maken. What she say? This is Tina. Oh my god, I can't do this. This is Stina. This is take three of introducing Stina, my roommate. Because I fucked up. On with camera, always. Yeah. I'm from Norway. You know, I was thinking about making English videos because I know there are English people watching my videos, but they can't understand. You should do it. I'm scared. I'm too insecure for that. No. Don't be. Don't be. Vanilla vodka. So we need to take the regular one. Yeah, and then this, but I don't know how much we need to. I just think we have to take some drops. What? Some drops? Oh my god, I thought that you said I think we should take some drugs. No. Maybe we should know. No, this is not good. But we can use the citrus? Yeah. What? What is this? Citrus? I don't know. In a way, we say citroen. Oh, we also say citroen. Yeah, okay, so citroen. Yeah. Oh, egg white. Yes. Okay. Oh, I know how to make it. Yeah? Okay. Yeah. Oh my god! Bartender skills. Ah! Okay. I thought I had my bartender skills right here, but I didn't. It was like muddle. Fucking egg. What the fuck? Oh, this is so nasty. I'm not gonna drink it. Cheers. This can't be for sure. What the fuck? Oké, ik ben op het punt gekomen dat ik mijn sloffen aan heb gedaan en niet mijn hakken meer. Okay, now but I don't know how late it is, so it's 2 minutes. 3 minutes until two minutes until midnight. So we're gonna pop the prosecco and we're we have to finish it before we okay. 1 minute. Oh my god. How do we need to do this? Ik ben heel moe, maar wij hebben het in ieder geval heel erg gezellig gehad. Maar ik heb niet zo heel veel gefilmd eigenlijk. Ook omdat, nou ja, we gingen dus cocktails maken, maar het ging niet zoals wij gepland hadden. Het ging niet helemaal goed, dus wij waren er eigenlijk al best wel snel klaar mee. En toen hebben we gewoon ander drank gewoon gemixt met sap en dat gedronken. Ja, het was dus heel gezellig. Nu ga ik slapen. Doei. Oh ja, en ik zal jullie nog even laten zien hoe het appartement eruit ziet. Allemaal spullen.
ik weet echt niet waarom de bank zo staat. Ik zou het echt niet weten. Heel nice. Heel erg nice. Maar oké, ik hoop dat je het leuk vond en tot de volgende keer. Don't